Anderhalve week geleden keken de familie en vrienden van Lindsey van Sundert vol trots naar de openingsceremonie. En vandaag is het dan eindelijk zover. Lindsey komt in actie en hoopt zich tijdens de korte kuur te plaatsen voor de finale. Thuis bij Lindsey in Ettenleur is de spanning om te snijden. Echt super spannend. Ik geloof niet dat ik echt ga kijken tijdens de wedstrijd. Ik zie dat het wel van de zijlijn en ik hoop dat iedereen ervan geniet. En als het goed heeft gedaan, kijk ik daarna 10 keer terug. Echt, dan vind ik het superleuk. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel onze oranje tompoes, hè? Ja, het is natuurlijk al super bijzonder dat ze er überhaupt staat na 46 jaar. En dat wil ook iets zeggen over de sport en de moeilijkheid van de sport. Voor Lindsey van Sundert. Die dus geen grote fout heeft gemaakt. Precies als het best neerzet. De score die bepaalt op Lindsey van Sundert top 25. Yeah! 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 Super cool om door naar de finale. Ja, dat ze nu naar de finale gaat, dat is helemaal boven verwachting. Ja, het is gewoon heel erg jammer dat we er niet bij kunnen zijn in Beijing. En dat je haar niet persoonlijk kan feliciteren en vasthouden op dit moment. Ja, heel bijzonder. Zo trots. Hou van jou, goed gedaan. Heel trots op jou. Dag schatje. Doei doei.